sowieso altijd mee met de actie van Feyenoord. Maar deze actie die vond ik zo tof. En om dit samen met mijn vriend te mogen doen, dat is helemaal echt tof om te doen. Ja, ik moest kiezen tussen mijn man en mijn zoon. Ja, het is mijn zoon geworden. Vanaf dat hij 4 is, heeft hij ons meegesleept naar de Kuip. Ja, de verslaving is daar, hè. Ik laat het op me afkomen en me verrassen. En ik weet wel dat het te gek zal worden. Nou, ik hoop natuurlijk wel dat je wordt. Net als 14 mei. Dat de tranen weer terugkomen. En hoe mooi kan het zijn om zo de kerst te beginnen? Ja, mijn gevoel van Feyenoord, dat zit gewoon van binnen. Het zit in je hart. Ja. Het is gewoon de passie, de emotie en de binding. Uiteindelijk ben je gewoon 1. Dat is Feyenoord. Het is heel bijzonder, vind ik. Feyenoord is toch onze club, zit in ons hart. En daar willen wij toch wel graag deel van uitmaken. Een van de weekenden die ik denk ik heel mijn leven ga onthouden. Nieuwe vrienden gemaakt, het is zo gezellig. Ik zou het zo elk weekend willen doen. Echt onwijs bedankt.